Dan viel ik toch eens een keer flink naar beneden. Oh, daar werd ik toch pissig van. Nou, niet zozeer pissig. Ik, het, het, het was gewoon een beetje narren. Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Minecraft Survival. Nou, ik sta in game mode creative. En dat heeft een reden. Want ik heb een huishoudelijke mededeling. Waarom regent het? Fuck. It's a beautiful day. The sun is shining. Het regent niet meer. Oké, okay, laten we in ieder geval maar verder gaan met wat ik eigenlijk wilde vertellen. Er is een reden waarom ik in game mode zit. Nou, vanzelfsprekend. Uh, ik heb eigenlijk. Het komt er eigenlijk simpelweg op neer. Ik ga hiermee stoppen. Met survival. Ik ga er gewoon mee stoppen. Waarom ga ik ermee stoppen? Het uh, boeit me eigenlijk geen ene reet meer. Ik, uh, de video's die ik voor survival maak. Ik weet niet. Ik, ik vind het allemaal niet meer zo leuk om te maken. Het zijn niet meer video's waar ik daadwerkelijk trots op ben. Dus ik stop ermee. Lijkt me een best logische reden. Toch? Als je, als je iets niet uh, trots of als je er. Ergens niet trots op bent, dan vind ik ook niet van ja. Weet je, tijd voor verandering, deze hub weg. Gewoon weg. Dus ik ga jullie eventjes een rondleiding geven in daadwerkelijk hoe alles begon. En dus eigenlijk ook een beetje een recap van hoe alles ook ging. Nou, origineel begon ik deze serie met Dylan, oftewel I Released I. Dit was ons gezamenlijke huisje. Er stond er dan nog aan uh, dit gedeelte, stond er nog zo'n uh, ja, zo gedeelte van dit. En dit was dan onze campertje, als het ware. Dan hadden we twee bedjes hierin. En dan gingen we een hele grote wereld creëren. Nou, met als gevolg dat dit uh, schuurtje er kwam, er uh, boerderijtje kwam erbij. Dus kippertjes, een graanveldje, uh, koetjes en dus ook wat maloenen. Nou, en uiteindelijk kwamen er dus ook meerdere mensen bij. Dan gaan we even de rivier over. En dan begonnen we als eerste bij dit huisje van. Dead Gamer XD. Nou, uiteindelijk, dit was een veel groter huis dan dat we ooit in gedachten hadden. Maar, dus wat we hadden... Dit huis was echt vele malen groter. Dus ik heb hem nog ingekort ook. Dit was het uh, in eerste instantie. En ik dacht van, nou, eigenlijk moet ik hem wat kleiner maken. Of nog een keer uitnodigen om hem uh, even kleiner te laten maken. Nooit gedaan eigenlijk. Dus uh, ja, dat was dat. Even kijken, wie was volgende? Was dat Arjan of was dat Jorn? Dat weet ik niet meer. Maar die hebben natuurlijk ook hun respectabele uh, huisjes gemaakt. Want uh, uiteindelijk kwam ik uh, met het idee... Van ja, wel uh, heel leuk en aardig. Maar als je wilt dat mensen huisjes gaan bouwen, wil je niet dat het zulke grote kisten worden. Dus ik had zeg maar een soort een, een, een lijntje neergezet, zoals we hier uh, zien. Dit was dan het uiterste lijntje waar mensen in mochten bouwen. Nou, met dus als gevolg dat er zulke soort huisjes uitkwamen. Dit is dan van Jorn. Er staat nog een doei. Ah oh ja, oh ja, ik weet nog wel, hij had een uh, soort zwembad hier onderin, of een bubbelbad inderdaad. Ja, dat was leuk. Nou, eens even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, het huisje van Enzo, nou wat je eigenlijk niet... Waarom staat er een zwart schaap? Wat? Daar begrijp ik de malamoe niet van. Wat, zaten hier niet kippen in? Waar zijn de kippen heen? Hoe zijn die ontsnapt? Ja, dat probeerde ik ook een beetje te maken. Kijk, nu komt hier een kip in. <laughs> hier komt een kip in. <laughs> Kunnen die er niet uitspringen? Is het twee hoog? Ja, het is twee hoog. Oh shit, ik liet één ontsnappen. What the fuck? Nou ja... In ieder geval, eens even kijken. Wat hebben we nog meer voor huisjes? We hebben hier het huisje voor Koning van Lino. Het is een deurbel, ding dong. En toen ging de deur open. Oh, hij heeft nog best wel veel spulletjes. Jezus. Waarom is een glas stuk? Of heeft daar nooit iets gezeten? Dat kan natuurlijk ook. Gewoon een rambam van materialen. Wat hebben we hier? Hoe vaak Melvin? Nooit Melvin. Oh ja, Melvin was ook nog een keer langsgekomen. Jezus, wat een klein hockey. Dat is een klein hockey. Ja, omdat ik mensen dus ook geen uh, restrictie gaf tot in de hoogte of in de diepte. Kregen we uiteindelijk uh, dit huisje? Nou, je mag eens raden van wie dit huisje is. Uh, waar is dat? het verlepte bordje van hem. Ik een... Oh, wacht. Hier staat het. Serpent Gameplay. Rick. De malle makker van de gameplays. Oh, potverdikke me. En uh, uiteindelijk had hij, zeg maar, dit was dan de valstrik. Dit is niet mijn huisvriend. Groetje of uh, kusjes, Gerry. Dat klopte inderdaad, want hij had hier onder zijn huisje. Kijk of, uh, of er nog iets zit. Ja, er zit nog wat. Oké, okay, wacht. Shit. Ik heb het verkeerde weggehaald. Oh, nee. Stress. Error. Dit was het inderdaad. Dit was het liftje. En dan ging je te ver. Dan viel je in het lava. En dit was dan, zeg maar, zijn, uh, zijn geheime kamer. Was wel leuk verzonnen. Alleen uh, nooit afgemaakt. Maar dat maakt niet uit. Ik zet wel eventjes de spulletjes terug. Wat hebben wij hier? De Tom Kjolthor. De, de villa van de welvaren. Nou, nou, nou. Je kan ook wel een beetje arrogant zijn hoor. Met een taartje, een leeg kistje en et cetera. Wat hebben we hier? De krippelkrip. Zo'n van, <laughs> van Frans. Oh god, ja. En <laughs> gelijk. Uh, bup, 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 misschien moeten de straatlantaarns komen. Ja, wie denk je wel niet dat je bent? Wie is hier nou de burgemeester? Jij en ik? Ja. Oh ja, zo noem je jezelf, hè? De burgemeester. Ah oh ja, hij had hieronder had hij iets helemaal. Ja, dat vond ik wel leuk verzonnen, inderdaad. Dat hij uiteindelijk gewoon echt helemaal naar beneden was gegaan. Dat was wel leuk verzonnen, inderdaad. Want dan, dan maak je dus optimaal gebruik van de regel van ja, je mag de hoogte en de diepte ingaan, doe wat je wil. En dan te bedenken dat eigenlijk mensen dit maar in 20 minuten moesten maken. Of 20 tot 30 minuten. Knap gedaan. Kijk, wat hebben we hier? Joost zijn creep, alright. Enter on own risk. Maar het is geen valstrek, dus dat is mooi. Taartje op, op bed. Dat is ook altijd wel fijn. Oh ja, ik weet nog wel. Zouden we dit hele eiland zouden we in beslag nemen? Hele muur heb ik eromheen gebouwd. Wat ook echt gewoon godsgans drie afleveringen duurde of zo. Om die muur neer te zetten. En uiteindelijk, ja. Mwa, 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 maak ik het niet af. Oké, okay, maar er zijn nog meer huisjes. Want we hebben hier nog het huisje van. Tiffany. Oh ja, met tapijt. Oh shit, dat konijn, ja. Die was ik eventjes vergeten. Dit is toch wel een knus. Uit. Hoe kom kwam, kwam je in godsnaam ook weer aan het wol? Of uh, aan dit tapijt? Is dus dat van... Ja, dat is wel van Wol. Nou ja. Oh, ja, dit verlepte gat. Zijn uh, linktijden zijn gat. Die klootzak, joh. Dat is thuis, hè? We ja. hebben hier een hele mooie torch. Ja, één hele mooie. Bij de torch gaan we staan. Yeah. Booga, 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 booga. Oh, oh my god! Woe! Nee! <laughs> What the fuck heb je gedaan?! Dit? <laughs> <This? laughs> M'n le... De Oh my god! Viel ik toch eens een keer flink naar beneden. Oh, daar werd ik toch pissig van. Nou, niet zozeer pissig. Ik, het, het was gewoon een beetje narig. Ongelooflijk, dit. <laughs> Geinig. Ja, en dat was het zo'n beetje. Ja, er zijn uh, sinds één per dag zijn er van die paardjes ingekomen. Ik had hier nog huisjes of in ieder geval kistjes staan. Met de... Kijk, dit was dan, uh, waren dan de spulletjes waarmee ze een huis moesten maken. En meestal kwam er ook wel wat moois uit. What the fuck? Gewoon willekeurig water. Alleen ja, ik heb niet alle plekjes gevuld. Helaas, maar uh, zo is het. Maar ja, dit is eigenlijk gewoon uh, het einde. So, ik, kan, ik kan het niet beter verwoorden. Uh, we hebben een heel leuk vlaggetje. We hebben een heel leuke halve molen. We hebben echt een uh, half zwembad. We hebben een heel lelijk huis met een, uh, toch wel een torch. We hebben in de laatste aflevering, of de aflevering hiervoor, hebben we toch enigszins wel wat opdrachtjes voltooid. Zoals een vlag, een redstone troon, een uitkijktoren, een iron golem. Waar is die überhaupt heen? En een stadsmuur hebben we. Ja, en uh, toch een privé zwembad heb ik toch eigenlijk wel, maar niet helemaal afgemaakt. Ik bedoel, dat is dit. Ik bedoel, je kan het wel een zwembad noemen. Maar het, hij was gewoon nog niet af. Maar dat maakt niet uit. En dan hebben we uiteindelijk hier nog de resterende bordjes. Potions en potionkamer. Groot schip. Bordjes. en attractie. Er was nog genoeg te doen, maar eerlijk gezegd, ik heb gewoon geen zin meer om dit te doen, dus vandaar dat ik er ook mee stop. Maar ik wil je wel bedanken voor deze 55 afleveringen. Dat betekent als ik het, als ik even omreken, als ik het elke week heb gedaan, heb ik 55, heb ik meer dan een jaar gedaan. Dan komt het eigenlijk op neer. Dus jou bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Of deze serie? Kijk ze gerust terug. In de beschrijving staat de vorige aflevering. Dan word je het gebracht naar de afspeellijst en dan vanuit daar kan je weer verder kijken naar alle leuke afleveringen. Die we hier hebben beleefd. Maar in ieder geval, jou bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei! doei.